Welkom terug op mijn survival eiland. We staan hier bij mijn prachtige inimini kleine huisje. In de vorige video heb ik daar de oude verlaten grot heb ik helemaal bezocht en gevochten voor mijn leven. Komt-ie. Gesneld spanner uitschakelen hier. Spanner uitschakelen. Ja, oké. Spanner is uitgeschakeld. Omhoog klimmen. Oké. We hebben aardig wat missies gehaald waardoor de border weer een stukje groter is. En zo te zien kunnen we nu naar dat eiland daar. En dat vind ik gelijk een mooi begin van de video. Dus laten we even naar onze nieuwe kistenkamer toe lopen die wij hier in onze grot gebouwd hebben hier beneden. Daar heb ik namelijk volgens mij wel wat hout liggen. Ja, zeker. Gaan we dat hout even mooi gebruiken om een brug te bouwen naar de overkant. De brug hoeft maar heel simpel te zijn natuurlijk. Weet je wat ik in de tussentijd meeneem? Dus moet ik weer heel even snel terug naar beneden naar mijn kistenkamer. Maar ik wil heel graag een bucket meenemen. En ik weet zeker dat ik wel ergens een bucket heb. Althans, dat waarschijnlijk... Nee, laat maar. Ik heb geen bucket. Maar we kunnen een bucket maken. Hier, zo. Want, dames en heren, jongens en meisjes, appels en peren. Ik heb zoals gewoonlijk in deze serie allemaal uitdagingen die ik moet halen, zoals jullie hier zien. Elke keer als we een uitdaging halen, wordt de border een stukje groter. Dan kunnen we meer dingen ontdekken. En, zo te zien, moet ik nog steeds een zalm in een emmer en een kot in een emmer hebben. En ik moet het Taiga Eiland bezoeken. Nou, Taiga Eiland is natuurlijk daar. Maar ik neem gelijk een emmertje met water mee. Want dan kunnen we zodra we een keertje in de buurt komen van een visje, kunnen we hem vangen. En als je je afvraagt, Max, waarom ga ik niet gewoon het water in om een visje te vangen? Het water is giftig. Als ik erin zwem, ga ik dood. Voorbeeld, ja, oké. We moeten niet in het water zwemmen. Dus laten wij gewoon lekker naar het eiland hier tegenover bouwen. Dat moeten we namelijk bezoeken. En ik vraag me af of ik genoeg blokken heb. Ik heb er nu nog maar eentje. Oh, net niet. Dat meen je. Gadverdamme. Net niet. Moeten we even terug zwemmen. Of daar zwemmen heen en weer lopen. Zijn er al wat boompjes gegroeid in de tussentijd? Ja hoor. Er is hier dit boompje hier, jongens. De gelukkige. Hij is gegroeid. Ik denk dat ik dan ook van het eiland hier tegenover, als ik deze brug mooi ga maken, ga ik daar mijn bomeneiland van maken. Want ik vind het heel lelijk om op dit eiland al die bomen te laten groeien. Even mijn ijzer eens zo oppakken hier bij mijn generatoren die ik heb. Oh mijn god, wat hebben we veel ijzer. Oh, oké, daar ben ik heel blij mee. Laten we dat direct eventjes omsmelten hier zo, toenk toenk. Dan smelten we dit hierboven ook gewoon een keertje om. Zo, maken we even wat slaps ervan. Doen we even een tukkie in mijn lekkere bedje hier. En dan kunnen we er weer tegenaan, jongens. Wat gaan wij vinden op dit eiland? Ik weet in ieder geval dat ik een achievement ga halen of een challenge ga halen. Dat ik het eiland moet bezoeken. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Komt-ie. 3, 2, 1. Hoppakee. Oh. Huh? Hoppakee. Taiga Eiland bezocht. We hebben hier een konijntje, een schaapje. We hebben bestjes, die gaan we meenemen. Die kunnen we namelijk... Niet zelfmoord plegen, konijntje. Die bestjes kunnen we namelijk mooi gebruiken om eten te krijgen. Een soort van. Oké, is dit alles hier op het eiland? Gewoon letterlijk een heel leeg, simpel eiland. Dat zou het zijn. Ik neem aan dat er wel iets te doen is hier, toch? Ik zal even hier kijken onder de stenen. Zitten hier geheime ruimtes of zo? Hier misschien onder? Nee, ook geen geheime... Is er niks in dit eiland? Ik ga even minen. Ah, water. Ah, water. Oh, mijn god. Oké, dat was water. Zit hier iets onder misschien? Een kistje, natuurlijk. Met groene Armor Forest chestplate. Dit geeft me een extra hartje. En die geeft me 3 extra hartjes. No way. En spruce saplings. Let's go. Geef mij dit extra hartjes. Oh mijn god, jongens. Ik heb een extra hartje gekregen door deze armor die ik nu aan heb. Wat geweldig. Dat is echt geweldig. Laten we gelijk deze boom hier even hakken. Gaan we hier even mijn boomeiland van maken. En ik ben eigenlijk normaal een voorstander van sprucehout. Maar omdat ik deze serie al ben begonnen met oakhout, wil ik het denk ik gewoon even bij oakhout laten. Even die fences ook slopen, zodat de leaves al een beetje verdwijnen. Oh, mijn ex is stuk. Dat meen je. We gaan heen en weer lopen, jongens. Gelukkig hebben we net allemaal ijzer in de oven gedaan, waardoor we kunnen smelten. Lijkt wel alsof ik sneller ben. Waarom ben ik zo snel? Heeft deze... Oh, deze schoenen geven me snelheid die ik aan heb, jongens. Ik denk al, waarom ben ik zo snel ineens? Maar de schoenen die we gevonden hebben, die geven me ziek snelheid. We zijn echt mega snel ineens. Let's go, dat is echt nice. Oké, dan hebben wij nodig even een nieuwe ex. Hoppakee. Dan hebben wij ook nodig even 2 schaartjes, want dan kunnen we die dingen smelten of slopen daar. We zijn lekker bezig met deze serie, jongens. We zijn goed op weg. We gaan er even mijn bomenfarm-eiland van maken. In dit geval ook gelijk het spruce-bomenfarm-eiland. En dan maken we van dat eiland daar gaan we zorgen dat we alle oakbomen plaatsen. Dan hebben we op 2 verschillende eilanden alle bomen die we nodig hebben. Nog heel even naar boven hier, want ik zag hier nog hout zitten wat weg moest. Dit hier. Zo. Dan gaan we even met al deze leaves gaan we ook slopen. Dat deze boom wel helemaal verdwijnt. Zo. Gelijk geen rommeltje ervan maken. Dat is helemaal top. En dan nog even de stam helemaal slopen hier. Kijk. Hoppakee. Al die blokjes oppakken. Hallo meneer Schapie. Dan wil ik die stenen wil ik ook weg hebben. Dat het even gewoon een netjes eiland is. Vraag me af, zou hier nog een kist verstopt zitten? Hallo meneer het vark. Ik ga je helaas doodmaken. Het spijt me enorm. Je bent opgeofferd. Gelijk al deze plaatjes ook weghalen hier. Hoppakee. Nou, ik had uiteindelijk genoeg aan 1 schaar. Ik had er 2 gemaakt, maar eentje was ook genoeg geweest. Zo, dat is helemaal netjes. Dan gaan we deze vloer even gelijk vloers maken.
En dan gaat mijn shovel waarschijnlijk stuk in 3, 2, 1. Ja, oh, dan moet ik weer heen en weer lopen. Jeetje, wat vervelend allemaal, jongens. Dat geheen en weer gelopen. Geheen en weer gelopen, ja. Goeie zin. Zo, we hebben een nieuw schepje. En ik zie ook dat er sugarcane op dit eiland te vinden is. Dat is ook goed. Maar eerst wil ik het heel even met je schoon hebben. Het ziet er nu namelijk uit zo'n rommeltje, dit eiland. Het moet allemaal even een lager niveautje worden, dit. En dat is in principe zo gedaan, dus dat scheelt. En wie weet vinden we nog een geheime schat. Ik denk het niet, want er zat alleen maar water hieronder. Dus ik... wel nog een geheime schat! Oh, een coal generator en een redstone generator. Ja hoor. Daar ben ik oprecht wel blij mee. Oeh, dan ben ik blij dat ik dit gelijk vloers maak. Nu heb ik het gevoel dat ik daar ook nog schatten gemist heb, jongens. Bijvoorbeeld in die rots daar. Oké, oké. Dan ziet dit er even netjes uit, jongens. Jullie moeten wel allemaal even van het eiland verdwijnen. Hier zelfs mama en kindje kip. Hoppakee. Zo. Dan kunnen wij hier namelijk nu mijn spruce saplings die ik heb even plaatsen. Dan doen we gewoon, gaan we grotere van maken. Zo, hoppakee. En hier nog even een kleine. Heb ik botten bij me? Nee. Nou, we wachten gewoon tot die groot is gegroeid. Dan wil ik heel even mijn brug hier wat breder maken. Zodat het er iets mooier uitziet. Want op het moment ziet het er gewoon niet uit. Ik kan ook letterlijk nog steeds geen boot maken, jongens. Ik heb daar nog steeds niet de recipe voor om een boot te maken. Dus daar moeten we nog heel even geduld mee hebben. Tot ik waarschijnlijk een keer een boot ga vinden. Ik gok dat ik namelijk op een van de eilanden een soort boot ga vinden. En dat ik die dan voortaan kan gaan gebruiken. Maar in de tussentijd bouwen wij hier gewoon een mooie brug. Dumpen we beneden hier even mijn spulletjes. Dan heb ik boommeel. En ik denk dat ik dat dan nog niet voor het spruishout wil gaan... Oh, die boom is al gewoon gegroeid. Oké. Ik denk dat ik heel even deze oakboom hier gewoon laat groeien. Dan kan ik even mijn pad afmaken. Oh ja, en we hebben natuurlijk nu die coal generator hier. Die nieuwe. Die kunnen we er gelijk 1 naar 2. Hoppakee, mooi bijplaatsen. We genereren nu zoveel kool, zoveel redstone en zoveel koper op het moment. Oh ja, we hebben ook nog een redstone generator. Die doen we al gewoon even hierbij zo, prima. Mag jij ook even groeien? En jij ook nog tot slot. Dan wil ik alleen even de bomen die ik hier geplant heb, wil ik weghalen, zo. Want ik wil hier mijn oakbomen niet meer hebben. Ik wil het een beetje rustiger hebben op dit eiland, want ik woon hier, weet je. Maar ik moet gewoon even mijn rust kunnen vinden hier. Dan gaan we die weghalen. En dan gaan we dat allemaal even naar dat eiland daar brengen. Moeten we wel snel zijn, want het wordt nacht. Oh, daar hebben we trouwens ook bedden. Dus het zal wel goed zijn. We hebben ook bedden daar. Kijk, we kunnen hier, vind ik, gewoon al deze saplings planten. We hebben hier ook nog heel wat hout dat we kunnen hakken straks. Er is genoeg ruimte voor een aantal prachtige boompjes hier. Hoppakee, kunnen we jou al gebruiken? Anne, nee, we kunnen nog niet bij Anne. Laten we even slapen in de tent. Goed, zit hier nog een schat verstopt of zo? Ik heb het gevoel van wel. Ik heb het gevoel dat hier in deze stenen nog een soort van schat verstopt zit. Maar ik kan het ook fout hebben. Ik denk eerlijk gezegd, nu ik zo naar beneden hak, dat ik het fout heb. Ja, ik heb het fout. We gaan naar boven. Terug naar de prioriteiten. Even de brug afmaken. Ik wil hem 3 breed hebben. 3 breed is namelijk, denk ik, perfect voor zo'n bruggetje. Dan kunnen we er namelijk ook vensters aan de zijkant plaatsen. Waardoor het enigszins nog een beetje er leuk uitziet. Deze serie draait totaal niet om mooi bouwen en weet ik wat allemaal. Het gaat gewoon echt om mijn missies behalen, eilanden bezoeken. En in de tussentijd moet het er een klein beetje leuk uitzien. En ik wil nog steeds zo'n tropisch visje in een emmer hebben, jongens. Of een zalm. Een zalm is belangrijker voor nu. Nou, kijk, dit ziet er goed uit. Dit ziet er al beter uit. Dan gaan we deze boom even hakken, want spruishout is wel makkelijker om te krijgen nu. En dan kunnen we van spruishout gewoon fences maken, zodat we niet per ongeluk in het water vallen of zo. Zo, dan hebben we allemaal fences. Kijk, die kunnen we dan weer leuk hier plaatsen zo. Dan hebben we gewoon een mega mooi bruggetje, jongens, zoals dit. Lekker simpel, maar dan ziet het er niet meer zo tijdelijk uit. Kijk, een pad zoals dat ziet er zo tijdelijk uit. Dit ziet er gewoon uit als iets wat wel kan blijven, weet je. Kunnen we gewoon routes naar andere eilanden maken. En hoppakee. We hebben hem. We hebben hem. Een brug naar de andere kant. De eerste. Dan gaan we gelijk de brug deze kant op maken, jongens. Want ik wil weten wat er op dit eiland hier te vinden is. Het ziet eruit als een soort moeraseiland. Dus ik gok dat ik daar ook een beloning voor ga krijgen. Als we beginnen door hem gewoon één... Nou, we gaan hem gewoon gelijk 3 breed maken. Waarom niet? We doen het gelijk goed nu we toch bezig zijn. Hebben we genoeg slaps hiervoor? Ja, misschien niet. Misschien niet. Dus ik denk dat ik dan toch liever gewoon even het pad zo maak eerst. En zodra we genoeg hout hebben, maak ik hem wel breder. Oh, challenge Swamp Eiland behaald, jongens. We hebben een nieuwe challenge. Oftewel, de border is weer groter geworden. Laten we gelijk even kijken. Wat gaan we hier vinden? Sowieso nieuw hout. Hier een best wel groot huis. Oké, dit is best wel een groot huis, jongens. Wat gaan we hierin vinden in dit huis? Oh, wat eigenlijk een perfect woonhuis dit. Heel wat vlees, heel wat kool en wat visjes hier. Een furnace met een lapis generator. Lapis, sorry. Oké, dat is goed. Dan een trap naar boven hier met een slaapkamer, denk ik. Hier zit een generator onder. Wat voor generator is dit? Wat is dit? Dat is een heks. Oh, ik hoop niet dat er een heks spant. Ineens ga ik dood. Ik ga hem gelijk... Nou, ik ga hem altijd leven houden. Ik weet namelijk dat er een missie is dat je heksen moet slachten, jongens. Dus ik hou deze nog maar heel even tot leven, die spanner. Puur voor die missie. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier nog een ruimte. En hier nog een bed. That's it? Een bed. Oh, golden carrots. Oké, beetroots. Rot vlees, beetroots, nog meer.
En potions. Oké. Die nemen we allemaal mee. Laten we even wat troepjes dumpen die ik toch niet meer nodig heb. Nemen we alle goede dingen nemen we mee. En de troepjes dumpen we. Ik moet zeggen, het is een leuk huis om te wonen. Alleen, ik hou gewoon van mijn huisje waar ik nu woon, jongens. Die gaan we niet achterlaten. Kijk, die heksen moeten we even slachten voordat ik doodga. Oh, nee. Oh, nee. Oh, oké. Ik weet dat er een missie is. Laten we even kijken. Volgens mij is er een missie dat ik heksen moet slachten. Maar die heb ik nog niet geunlocked. Dan moet ik... Oké, die kan ik nog niet doen. Oh, jawel, heksenjaag. Vermoord 3 heksen. Oké, prima. Als wij 3 heksen hebben vermoord, dan hebben we een missie gehaald. Dus laten we hier even wachten tot die 3 heksen zijn gespand. Dan doen we even mijn armor doen we aan. Zo doen we mijn schoenen uit, waardoor ik zo snel was. Oké, laten we even wachten tot de heksen spannen. Dan kunnen we ze verslaan. Dan kan ik gelijk aan het die spanner weghalen. Er is er weer één. Er is er weer één. Alsjeblieft, gooi niks. Alsjeblieft. Oh, nee. Ik haat heksen, jongens. Heksen in Minecraft zijn echt vreselijk. Ik denk dat de laatste er is. Ze spannen allemaal op hetzelfde plekje. Oh, god. Oh, ja! Heksen, ja, gebaald. Laten we gelijk die spannen slopen, want verder hebben we niks aan die heksen. Zo, dat is helemaal goed. Snel van eten dat we niet doodgaan. Oh, jee. Het wordt nog spannend. Oh, god. Gaan we het niet redden? Oh, we gaan Detta redden. Gelukkig. Oké, doen we een andere schoentje weer aan. Hier is ook nog een toilet zo te zien. Alleen, ik kom daar nog niet omdat de boorden nog niet beter genoeg is. Hebben we hier verder nog dingen te zoeken? Er is hier nog een hele overkapping. Wat een lijp huis dit. Zitten hier nog dingen verstopt in? Nee, dit is gewoon decoratiebarrels en dit. Ik vind het huis vind ik wel heel cool, jongens. Alleen de loot op het eiland is een beetje teleurstellend. Zit hier onder water nog iets? Er is hier koraal zo te zien. Even kijken. Au. Oh, kan ik niet op lilypad staan? Oh mijn god, ik wist niet dat ik niet op lilypad kon staan. Ik denk dat kan wel. Geen mega goede loot hier. Oké. Nou, we komen hier vast nog wel een keertje terug, jongens. Ik denk dat het voor nu al even mooi is geweest bij dit huis. Laten we de brug wel gelijk mooi maken, dat het er in ieder geval netjes uitziet. Dan is mijn hout op. Dan ben ik heel blij dat ik dat pad rechtstreeks heb gemaakt. Dus we komen hier later terug, zodra we genoeg hout hebben. Lopen we over mijn mooie nieuwe pad. En dan gaan we even kijken of we genoeg emeralds hebben. Want dan kunnen we misschien weer zo'n onderwaterpoosje nemen. Waardoor we voor 3 minuten lang in het water kunnen zwemmen. En zelfs onder water kunnen ademen. Dat zou toch even ideaal zijn. Eerst even de spulletjes dumpen. Ik heb weer te veel bij me. Oké, zijn er wat emeralds gespand? Of zijn die inmiddels al gedespand? Dat ze er te lang lagen. Ik denk dat dat het probleem is. Oh, hier ligt er eentje. Ik wil meer emeralds hebben, jongens. Zo jammer dat je dit niet kan verplaatsen, die spanner. Dat is echt zo. Misschien het silk touch moet je dan hebben. Dat zou nog wel eens wat kunnen zijn. Gaan we de lapjespanner gooien weer hier erbij. Hoppakee. Pakken we al deze blokken hier even op. We hoeven echt letterlijk nooit te minen door dit. Door dit hoeven we echt gewoon nooit. We hebben ijzer genoeg. Kijk, we kunnen ook zo naar onze kistkamer toe, jongens. Dan hoef je niet helemaal het huisje door. Is ook lekker. We hebben 9 emeralds. Hebben we er nog 6 nodig in totaal. Dan kunnen we namelijk weer naar deze villager hier. Genaamd Simon. En Simon die verkoopt... Ah, ik zou... Jongens... Ik zou kunnen vissen en dan emerald. Ja, dat kunnen we doen. Dat is nog wel een goeie. Dan kunnen we visjes omruilen voor emeralds. Laten we dat even doen. Dan kunnen we nog een goed avontuur hebben deze aflevering. Als in na de goede avonturen die we al gehad hebben. We hebben hier een goede vishengel. Deze, ja, hoppakee. En we hebben nog visjes. Dus die kunnen we ook gaan verkopen zometeen. Maar eerst is het even tijd om weer een tukkie te doen in ons huisje. Even slapen. Dan leven we al helemaal in dag 15. Het gaat echt snel. Zo, een emerald. Hoppakee. Dan hebben we er 10. Nou, laten we vissen tot we genoeg visjes hebben. En dan kunnen we daarna kunnen we ruilen bij onze Simon. A few moments later. Goed. Jongens, we hebben even een tijdje staan vissen. En volgens mij kan ik behoorlijk wat emeralds krijgen. We kunnen hier 2 keer kunnen we de kots in... Of de... Ja, de kots inruilen. De kots. Bleh. Dan kunnen we hier nog wat zampies omruilen. En hier zelfs nog wat pufferfishes. Waardoor we er 17 hebben. Waardoor we... Komt-ie... Een nieuwe potion of water breeding kunnen krijgen. Ik ga mijn emmertje pakken. Jongens, want ik denk dat het tijd is om gelijk alle missies te halen. Dat ik al die visjes in een emmertje doe. Dus daar zijn tropisch. Maar eerst moet ik een zalmpje vinden. Waar is zalm? Zwemt er echt zalm? Ja, en dat wil ik nog een keertje bezoeken helemaal. Dus daar moeten we ook heen gaan. Ja, en misschien dat. Nee, dat daar kunnen we nog net niet bij. Nee, daar kunnen we nog net niet bij. Ik denk dat ik vooral gewoon voor mijn missies ga. Oh, kijk daar jongens. We gaan het gelijk doen. Komt-ie. 3, 2, 1. We nemen de potion en we springen in het water. Komt-ie. We gaan deze gelijk allemaal een emmertje doen. Dit zijn missies. Dit zijn missies die ik nodig heb. We hebben hier een zalm. Die pakken we. Hoppakee, daar hebben we de zalm. Dan moeten we de zalm even loslaten. Hier, kom maar. Dan willen we namelijk jou willen we ook hebben. Hoppakee. Dat is ook een missie. Dan gaan we nu even een tropisch visje pakken. Jongens, we behalen missies alsof het niks is. En dan gaan we gelijk even nog 2 van die drowners gaan we killen. Want dat is ook nog een missie. Kom op hier. Ik heb niet alle tijd, jongens. Ik heb niet alle tijd. Hoppakee. Zo. Dan alleen nog een pufferfish, volgens mij. En jou moet ik nog volgens mij 1 keer vermoorden of 2 keer. Volgens mij nog een keertje. Alleen, ik heb ook nog een pufferfish nodig. Even kijken. Kom op, die beesten moeten dood. Ik heb nog 2 minuten, jongens. 2 minuten en 13 seconden voordat ik niet meer onder water kan ademen. En ik doodga in het water. Kom op, ik moet er nog een paar vermoorden. Nog een paar.
Ja! Oké, missie is ook behaald. Waterzombie. Volgens mij hebben we heel wat missies nu behaald. Als ik ook nog een pufferfish tegenkom, dan moet ik die ook nog in het dingetje doen. Oké, laten we eerst even hierin gaan en dit allemaal even bezoeken. Laten we even kijken. Jongens, daar komt hij. Hier erin. Hier erin. Wat is hier allemaal te vinden? Wat gaan we hier allemaal vinden? Is hier nog goede loot? Is hier nog goede loot? Wat is dit? Dit is een spawner. Wat spawnt hier? Oh, drowners spawnen hier. Oké. Daar moet ik even voor oppassen. Want die hebben volgens mij tridents. En dan hier spawnt... Het is helemaal niks. Het is helemaal leeg. We hebben hier helemaal niks aan, jongen. Dat is zonde van de tijd. Gelijk eruit. Gelijk eruit. Zo. Oké, wat kunnen we nog meer doen? Is er nog meer om te doen? In de tussentijd dat we nog 1 minuut en 20 seconden in het water kunnen. Ja, ik denk een pufferfish vinden. Ik denk dat het verstandig is om een pufferfish te vinden. Want dat is namelijk de laatste missie. Van alle... Oh, een emerald. Die gaan we even hakken. Die gaan we zeker eventjes hakken, jongens. Emeralds zijn altijd welkom. Hier kom jij. Hier kom jij. Oeh, dit duurt wel lang. Het is wel zonde van de tijd. Kom op, sneller hakken. Hak nou sneller. Hier heb ik nog helemaal geen tijd voor. Oh, god. Kom op. Oké, we hebben hem. Oh, dat was heel zonde van de tijd. Hoe lang heb ik nog? 44 seconden. Pufferfish, kom op. Pufferfish. Waar ben je? Daar, jongens, in de verte. Nee, dat is geen pufferfish. Ik heb al meerdere keren een pufferfish gezien. Dat is er één. Dat is er één. Ga ik dat redden? Ga ik dat redden? 30 seconden. 30 seconden. We kunnen daar het land weer op. Pufferfish, kom hier. Ik moet jou in een emmertje doen. Ik moet jou in een emmertje doen. Bonk, hoppakee. Nou, ik denk dat we dan nu wel ons wateravontuur goed beleefd hebben. Is hier nog onder nog iets? We hebben 17 seconden. Is hier nog iets nuttigs misschien? Een oor die ik kan hakken of zo. Of een geheime ruimte waar we in kunnen. Nee, ja, ik denk dat dat het wel was. Ik denk dat dit het wel was, jongens. We gaan het water uit, want over 5 seconden kunnen wij weer niet tegen water. Ik ben heel blij met het resultaat van wat we hier gedaan hebben. We hebben gewoon dat eiland daar bijna vrijgespeeld. Dat is nu helemaal vrij daar, dus we kunnen even snel dat toiletje nog bekijken. Het leek althans op een soort toiletje slash schuur, dus ik weet niet precies wat het anders moet zijn. We hebben echt al heel wat missies gehaald nu, hoor. Dat is echt niet normaal. Kijk, we kunnen nu hierin. Hier konden we net, kwamen we niet eens in de buurt. Kijk hoe ver we nu zijn. Wat is dit? Oh mijn god, dit is een Shrek meme. Oh, wat erg. Dit is Shrek. Ik ga zijn hoofd meenemen, jongens. Ik ga zijn hoofd meenemen. Zit hier niet iets onder verstopt? Oh mijn god, wat erg. Het is gewoon een... Het is Shrek zijn huis hier. Nou, laten we maar weer teruggaan dan. Ik bedoel, deze bomen hier boeien me niet zo heel veel. Het is leuk om het hout te hebben, maar hè. Ik ga het toch niet echt gebruiken, denk ik. Shrek's hoofd is het ook echt niet te geloven. Snel terug naar mijn huisje. Zo, wat een... Dan ben ik zo blij dat we al die vissen even gevangen hebben. En dat we ook nog die drown-missie hebben gehaald. We hebben echt veel missies gehaald deze aflevering. Weet je waar we het hoofd gaan doen? We gaan hem als decoratie... Gaan we hem hier plaatsen. Zo, hele mooie decoratie. Deurtje dicht. Wat zijn nog belangrijke missies? Oh, elke keer als we een missie halen, jongens, komt er weer een nieuwe bij. Krijg een trident. Is ook een missie. Oeh, dat wordt nog een hele enge. En bezoek de Nether. Oh, er zijn nog zoveel missies die we moeten doen. Maar ja, daarentegen, jongens, zijn er ook nog zoveel eilanden waar ik nog niet eens bij kom, die ik nog moet bezoeken. Zo te zien kunnen we daar nu voor de helft bij. En we kunnen denk ik ook misschien... Nee, nog net niet bij de toren. Maar we kunnen wel die dungeon een keertje helemaal pakken nu. En daar kunnen we ook bijna bij. Weet je, het was gewoon hartstikke succesvol deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin is ook veel gebeurd. Moet je zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gebeurt in deze serie. En dan nu spreek je later. Luister je water dan.